Ze is een groot danstalent en ze wil de wereld gaan veroveren. Chantal de Boer uit Winsum is Nederlands en Europees kampioen streetdance. Toen ben ik met mijn duo, met een andere vriendin van mij van dansen, met Nunoni, ben ik eerste geworden. Nou, we hebben heel veel getraind ook, in de vakanties en zo. En door de week, ja, dan ging het wel goed, zeg maar. Chantal is pas 12 jaar, maar heeft dus al veel bereikt in haar jonge carrière. Naast kampioenschappen heeft ze ook meegedaan aan het bekende tv-programma So You Think You Can Dance. En de fans van Gasterre Flames kennen haar ook. Kortom, het dansen zit in haar bloed. Op school is ze de onbetwiste ster. Ze danst zeg maar heel strak, nadat de bewegingen gewoon echt goed uitgevoerd zijn en zo. Chantal heeft nog een grote droom. Wereldkampioen worden. Ze wil dus in augustus naar het WK in Schotland. Maar er is één probleem. Daar moeten we nog zeg maar sponsors voor zoeken. Omdat we geld op moeten halen om met het vliegtuig te gaan. Het kost best wel veel geld om met ons hele team heen te gaan, zeg maar. Met het vliegtuig. Dus dan moeten we geld zoeken. Ze is nu bezig met een inzamelactie. De hele school doet mee. Hier op school zijn we bezig met leegflessen inzamelen. En ik ben in mijn buurt ook leegflessen aan het inzamelen. Natuurlijk hoopt Chantal dat haar droom uitkomt, want dansen is haar lust en haar leven. Ik kan me wel zelf mezelf erin zijn en ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen, zeg maar, voor heel veel mensen optreden ook en zo. Ja.